Good morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag heb ik een schitterende gameplay voor jullie. Het is NW3. Dit is op de map Offshore. Dit is een van de mappen die je toen de tijd kon downloaden. Nou, ik had de Hard Edition, dus het was natuurlijk heel simpel om deze gewoon te downloaden. Dit was ook de eerste die ik speelde van die map pack. En ja, ik moet zeggen... Eén momentje hoor. Even mijn telefoon erbij pakken. Ik moet zeggen, het is gewoon een hele vette map. Het was dus de eerste die ik speelde. En ja, het was ook meteen degene die ik het leukste vond. Dus, zo, even mijn telefoon uit doen. Ja, waarom is hij nou zo leuk? Nou, dat komt eigenlijk gewoon omdat je alles is van staal daar. Het is een booreiland, alles is van staal. Dus je hoort iedereen veel beter lopen, dat soort dingen. Je kan ook even omlopen, dat zie je zo direct ook gebeuren bij vlag B. Eerst had ik aan de ene kant iedereen neer te knallen en toen liep ik om naar de andere kant en knalde ik daar de rest neer. Dus dat is natuurlijk heel erg pro als je dat doet. Oké, vandaag wil ik eventjes jullie aandacht hebben. Ik ga eerst even wat uitleggen. Ik zat van de week zat bij Paul, bij de King. Er was gezegd, Jeff, je zegt Paul, of zo, weet ik veel. Nou, bij Paul. En, daar zaten we natuurlijk in de tuin, hè. We waren toen met z'n allen weg geweest, hè, met Vis en Erik en zo. En ja, toen hadden we het over registreren van mijn kanaalnaam, Team Dief. En ja, ik wou gewoon alles, wou ik gewoon één naam hebben. Als die naam toch gaan registreren, weet je, dan wil ik meteen alles wel registreren. Ik heb al een website, teamdief.nl, dus die staat al geregistreerd op mijn naam. YouTube staat geregistreerd op mijn naam. Ik wou mijn gamertag ook gaan registreren. Maar dan komt gewoon Team Dief, je registreert gewoon de naam. Weet je, dus het is gewoon, maakt niet uit voor wat het is, maar het is gewoon, die naam is geregistreerd aan jou, dus jij bent dat. En ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga het ook even doen op Xbox. Toen ik mijn naam ging invoeren, daar gewoon Team Dief, toen kon het niet meer, want er was al iemand die had die naam in gebruik. Ik denk, what the fuck? Nou, na een beetje zoekwerk en zo, toen kwam ik erachter dat Tim die naam in gebruik had. Toen heb ik met Tim Tim heb ik dan contact opgenomen. En het ging een beetje moeizaam dat ik allemaal berichtjes moest sturen en zo. Nou, ik ben zo dyslectisch als de pest natuurlijk. Dus ja, het schoot niet echt erg op. Nou, uiteindelijk had ik hem even gesproken. Had ik het verhaal uitgelegd. Ik zei, joh, moet je horen, zo en zo. Ik zeg, die naam, zou die kunnen veranderen? Hij zei, nou, Jeff, dat is allemaal geen probleem. Maar er is één probleem. En dat is eigenlijk, hij weet geen andere naam. Nou, ik zei, ik weet het ook zo even niet, maar wat ik voor je kan doen, hè, om jou ook weer een beetje te helpen. Jij helpt mij om te switchen, dan help ik jou om een andere naam te verzinnen. Ik ga het even aan mijn lieve subs vragen. Jongens, weet jullie een leuke naam voor Tim? Hè? Dan kan hij zijn naam daarin switchen. En ja, dit is eigenlijk het enige wat ik nog voor hem kan doen, weet je. Dat is gewoon even aan jullie vragen. Van jongens, weten jullie nog een leuke gamertag voor hem? Laat het even weten in de reacties. Dan kan hij dat dan gaan gebruiken. Ik zal een klein beetje over Tim vertellen. Tim die is 18. Het is een Nederlander. En ja, het maakt hem niet eens echt zoveel uit of het nou Engelse naam was. Of een Nederlandse naam. Maar het moet wel een beetje cool. Weet je, het moet wel een beetje een coole naam zijn. Niet dat je zegt van Pietje Puk. Dat is niet cool natuurlijk. Nee, het moet wel even een vette gamertag voor hem wezen. Dus ik zou zeggen jongens, alsjeblieft, gooi dat even in de reacties. Hè? Dan help je mij ook weer en Tim ook natuurlijk. Oké, ik wil iedereen eventjes bedanken die de laatste tijd zoveel reageren. En natuurlijk ook al mijn video's liken en dat soort dingen. Favorieten natuurlijk. Daar ben ik echt super blij mee. En er was in de reacties gezet. Ik had natuurlijk ook die... kijk, dit bedoelde ik hier ook. Oh, dit is de Juggernaut. Dat was hem. Hier loop ik om. En daar pak ik hem in zijn rug. Ja, daar is hij. Oké. Ik had in de reacties gekregen van Jeff. Ik vind het echt heel erg vet. Van Jeff heb ik nog meer hobby's. Dit was wel zo'n beetje mijn hobby's. Ik heb nog één hobby en dat is geld tellen.
Maar geld tellen, ja, daar ben ik echt zo klaar mee. Snap je? Nou, maar goed. Dit waren eigenlijk wel zo'n vrijwel mijn hobby's. En ja, er waren ook reacties. Ja, we willen meer, we willen meer zien. Het is echt wel populair aan het worden. En daar ben ik erg blij mee. Ik vind dat erg leuk. Ik vind het ook leuk om op te nemen en om te doen. Weet je, we hebben natuurlijk het varen gehad. We hebben met de motor weg geweest. Dat hebben we ook gehad. We hebben dat we bepaald waren aan het stappen. Hebben we gehad. Maar ja, jullie willen maar meer. En ik kan niet ieder weekend gaan stappen. Ten eerste, ik ben aan het werk. En ten tweede kost dat natuurlijk ook onwijs veel. Varen gaat ook niet altijd lukken, want zoals in de winter, weet je, dan is dat toch altijd ja, een beetje zeuren. En ja, het vliegen dat gaat ook niet altijd maar in de winter, want ja, dan zit je ook een beetje met het weer gebonden natuurlijk. Wat je wel kan doen is natuurlijk om een zaal afhuren, weet je, gewoon een gymzaal of zo. Dan kan je dat afhuren en dan kan je met Depon-vliegtuigen kan je daar dan vliegen. En nou heb ik ook van die Depron-vliegtuigen. Ik zal even voor de mensen die niet weten wat Depron is. Depron is een soort van piepschuim. Dat wordt gebruikt onder de vloeren. Bij houten vloeren, volgens mij bij laminaat en bij lioneum ook. Zeil is dat dan, hè? Volgens mij wordt het daar ook in gebruikt. Maar houten laminaat ben ik bijna wel zeker van. Depron is een soort van piepschuim. Het is niet hetzelfde. Want piepschuim is luchtiger, het is meer, meer balletjes zijn het, zeg maar, weet je wel. Vroeger als je het brak en je ging met je hand eroverheen, dan kreeg je al die, of vroeger, dat is nog zo, maar als je dan met je hand eroverheen ging, kreeg je van die balletjes. Nou, dat is niet bij Depron. Depron is meer geperst, zeg maar. Het is meer, ja, het is een beetje, ik hoop dat ik het goed uitleg, zodat jullie het een beetje snappen. Anders moet je toch even gaan kijken op Google. Dus, maar goed. Ja, dat kan ik niet iedere dag gaan uploaden. Wat ik nog wel kan doen, mijn vader is bezig met een vliegtuig aan het bouwen van balsa hout. Het is speciaal hout, het is super, super licht is dat. Ik stond een keer met hem in de modelbouwwinkel. En ja, toen begonnen we eigenlijk net een beetje met het vliegen en zo. Hij zei, Jeff, moet je die balk eens optillen. Dat was een balk van, nou wat was het, 20 bij 20. En dan is hij, even kijken, 1,20 lang of zo. Hij zei, moet je die eens optillen, maar wees wel voorzichtig, want het is lichter als je denkt. Dus ik til hem ook op. Nou, echt waar, je kunt hem eigenlijk gewoon tussen duim en wijsvinger hem optillen, want zo licht is dat gewoon. Het is gewoon echt een heel licht balkje. En ja, daar maken we die vliegtuigen van. Wat ik nog wel kan doen is ja, mijn vader een beetje gaan interviewen. Dat ik daar ga filmen bij hem op zijn hobbykamer. En ja, dan gaan we gewoon interviewen, gaan we wat vragen stellen en ja, dan gaat hij wat uitleggen erover. Het is een hele grote kist, het is een ja, een kist, daar kun je zweefvliegtuigen mee omhoog slepen, maar er ook gewoon bovenop bouwen en dan ja, kun je gewoon de lucht in vliegen en dan laat je hem daar door middel van een elastiek, maak je hem, ja, laat je hem dan los. En dan kan je dat vliegtuigje, dat zweefvliegtuigje, kan gewoon lekker gaan zweven, weet je, echt op de wind, zonder motortje en zo. Het is een big lift, noemen ze dat. En ja, misschien vinden jullie dat wel leuk en interessant van Jeff. Ga alsjeblieft je vader interviewen, vertel wat over die vliegtuigen, hoe dat gemaakt wordt. Ja, dat soort dingen, weet je. Laat het even weten in de reacties, dan ga ik mijn vader daarvoor triggeren en dan komt het allemaal goed. Hij vindt het ook wel leuk om dat helemaal te vertellen, want hij, ja, sinds dat hij weer aan het vliegen is, weet je, vroeger, toen ik nog niet eens geboren was, toen, ja, deed hij het ook al en toen was hij aan het lijnvliegen geweest. Nou goed, misschien kan hij je daar nog wat over vertellen en zo. Maar goed. Wil je dat weten? Precies, Jeff, dat lijkt me ook wel leuk. En dan kunnen we meteen je pa zien. Hè? Dan ja, moet je dat gewoon even laten weten. Dan komt het allemaal goed. Dan ga ik daar ook van wat mee opnemen en zo. Weet je, dan kunnen we daar ook nog wat over vertellen. Dat kan ik nog gaan doen. Ja, nogmaals, ik kan niet gewoon iedere week gaan stappen. En het is ook saai om gewoon iedere week die video's te laten zien natuurlijk. Oké. Okay. Voor iedereen die alweer nieuw zijn op mijn kanaal, allemaal welkom. Ik had er gisteren toch weer 17 subs bij, daar ben ik wel heel erg blij mee. Het gaat op zich wel weer hard, lekker. Dus iedereen welkom. Volg mij ook op Twitter als je dat nog niet doet. Dan blijf ik ook een beetje op de hoogte van, ja, van alle nieuwtjes en zo. Van de week kreeg ik ook via Twitter tig keer van Jeff, kom je online? Nou, Jeff was aan het werk, want Jeff heeft geen vakantie. En daarna wou Jeff gaan zwemmen. Maar goed. De hele dag is het droog en ik ben net 10 minuten thuis en begon het te spetten. Terwijl ik zoiets, nou weet je wat, ik ga niet naar, naar het zwembad. Ik ga er niet heen. En ja, eerste instantie zou ik met Davin Hun gaan. Davin Hun is een sub. Dat is die jongen die toen mee was naar de Dutch YouTube Gathering. Die achterin in de auto zat. En
Ja, die had ook gezegd van Jeff, ik ga er ook heen. Nou, ik zei, dan spreken we even wat af. Toch wel weer leuk om elkaar ook weer eens te zien. Maar ja, goed, het was een beetje zeuren qua weer. Dus misschien van de week even of zo dat ik daar naartoe ga. Ja, hebben jullie zoiets van Jeff, we willen toch wel een deel 2 met het varen en zo? Nou, laat het gerust weten. Ik hoop dat er nog een paar mooie dagen aankomen. Als ik dan vrij ben, dat ik dat gewoon opnemen dan voor jullie. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. De gameplay zit er alweer op. Is bijna erop. Bijna. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje achter te laten. Favorietjes, altijd welkom natuurlijk. Vergeet ook niet eventjes een gamertag achter te laten voor Tim. Dan spreek ik jullie weer later. Ciao.